Op initiatief van Sunoticia, een Spaanstalig nieuws- en informatieplatform voor Spaansprekenden, worden vanaf 15 april alle updates op de COVID-19-website vertaald naar het Spaans. De Spaansprekende gemeenschap in Suriname heeft deze behoefte zelf kenbaar gemaakt. Via de website zullen zij nu optimaal worden voorzien van COVID-19-informatie vanuit de eerste hand. Als dochter van diplomaat heb ik veel in andere landen gewoond, dus ik weet hoe belangrijk het is om vitale informatie ook te kunnen snappen. Dus voor de Spaanssprekenden dus die nu in Suriname zijn en die geen Nederlands spreken, dus misschien niet onze tips kunnen begrijpen, de updates al graag kunnen volgen in het Nederlands, vonden wij dus nodig om hun dus dan te helpen en de website op te zetten zodat zij deze informatie ter beschikking hebben. Op de website hebben wij dus alle officiële COVID-updates die ook op de COVID-19-website staan, maar dus ook informatie die wij vinden dat belangrijk is voor de Spaanse community hier. Bijvoorbeeld dollars, de beschikbaarheid van de dollars in Suriname, de wetten daaromtrent, die hun ook affecten. Het wordt gepubliceerd in de verschillende Latin groepen die wij ook deel van uitmaken. En verder hebben we dus op Facebook oproepen gedaan voor zodat ze de pagina kunnen volgen. Ze kunnen ook subscriben op onze website, zodat ze dan de notifications krijgen wanneer er een bepaald bericht geplaatst wordt. En verder is het gewoon de een vertelt de ander en dan volgen ze het zo. Op de website zijn de reacties naar de berichten toe. Dus de viewers zijn geleidelijk worden ze meer. We zijn happy daarmee. En we hebben heel goede feedback via de mail gehad. Mensen die willen subscriben, die uitleg nodig hebben over hoe ze moeten subscriben. En ja, we hebben dus dat ook geantwoord. En het is nu duidelijk hoe ze moeten subscriben naar onze website.